Beste leerlingen van 3TSO, welkom bij de eerste digitale geschiedenisles. Je ziet hier het onderwerp van de les, Jeruzalem en de kruistochten, en hierboven zie je de corresponderende paginanummers. Je vindt deze dus ook op Smart School, waar je deze pagina's kan uploaden, downloaden, invullen en nadien kan je ze dan terug uploaden als taak voor mij. Nu Jeruzalem en de kruistochten, ik hoop dat dat nog een belletje doet rinkelen, want we waren daar al mee gestart. Jullie hadden al een paar van deze pagina's ingevuld, je kan dat dus gewoon overschrijven. We gaan eens even kijken. Jeruzalem ligt hier en zoals jullie gezien hebben, is het bruine gedeelte Israël, een Joodse staat, en is het beige gedeelte dat hier nog overschiet, dit hier, is dat Palestina. Een kleine herhaling, deze stad is zowel belangrijk voor de Joden, de christenen als de moslims. Dus vrij uniek, er is geen enkele andere stad in de wereld zo belangrijk voor deze drie godsdiensten. En dat geeft al eeuwenlang miserie. Ook nu nog, want na Wereldoorlog 2 koos men ervoor om een Joods land te creëren, namelijk Israël. Het probleem is echter, hier woonden al mensen en voornamelijk moslims. Dat heeft oorlog tot gevolg. En ik ben toen afgesloten met die slide van president Trump, als jullie dat nog herinneren. En ik heb jullie ook gevraagd naar een oplossing voor deze situatie. Want ja, hoe ga je die stad ooit verdelen in een land dat ook nog eens niet echt goed bestaat? Jullie wisten het niet. Ik ook niet, maar het is een zeer moeilijke situatie. We gaan even kijken naar wat er allemaal aan vooraf gegaan is. Islam en christendom kwamen nooit echt goed overeen. Zeker niet toen er ineens moslims opdoken in Europa. Via Afrika en dan via Spanje stichten ze in Spanje een groot rijk, een nieuw kalifaat. Daar kunnen de christenen niet bepaald mee lachen, maar het wordt maar pas echt problematisch wanneer het Byzantijnse Rijk onder druk komt te staan. Als jullie het nog herinneren, is het Byzantijnse Rijk het Oost-Romeinse Rijk van vroeger, dat langer blijft bestaan dan het West-Romeinse Rijk. De Byzantijnse keizer vraagt om hulp aan het Westen, maar wij weigeren. We zeggen eerst nee, we hebben er weinig bij te winnen en we vinden onszelf veilig genoeg voor de moslims. Uiteindelijk, onder Paus Urbanus II, wordt het toch een ja. En dan zijn de kruistochten geboren. We zitten nu op pagina 97 in de cursus, in het jaar 1095. Op het concilie van Clermont, dat is een vergadering, beslist Paus Urbanus II dat het toch echt wel niet kan dat de belangrijkste christelijke stad, namelijk Jeruzalem, daar waar Jezus gekruisigd is en begraven, dat die in handen is van een moslim. De reden die hij geeft is inderdaad het feit dat een moslim daar als leider is en dat de pelgrims, dus die christelijke reizigers die naar daar zouden willen gaan om dat graf te zien, dat die worden aangevallen en verkracht en geplunderd en mishandeld door die moslims. Dat heeft hij helemaal verzonnen, maar dat maakt niet uit, hij vindt gehoor. En hij stelt een zeer indrukwekkende speech samen waarmee hij een half jaar rondtrekt door Europa. Vooral Frankrijk, maar hij komt ook in Duitsland en in Italië komt hij allemaal aan. En wat doet hij? Dat zie je hier afgebeeld. Hij laat in elke stad op het marktplein laat hij een podium oprichten met heel veel pracht en praal. Dit is hier allemaal goud, dit is een enorme parasol. Je ziet ook hier dat hij drie kronen boven elkaar draagt. En hij spreekt de mensenmassa toe. En hij doet dat enorm succesvol. Dat heeft twee redenen. De mensen in die tijd zien niet zo vaak zo'n spektakel. Er is geen tv, er is geen gsm. Dit is dus vrij uniek. Zeker voor mensen, voor het gewone volk, om de paus te zien. Meestal bleef de paus gewoon in Rome. En hij spreekt ook zeer duidelijk. Niet alleen zijn de mensen gechoqueerd dat hun broeders gedood worden en mishandeld worden in Jeruzalem en dat moslims over het graf van Jezus Christus wandelen. De paus belooft hen ook iets zeer waardevol. Een ticket rechtstreeks naar de hemel. Nu laten we dat even kaderen. Voor de middeleeuwse mens is dat extreem belangrijk. Het is niet uitzonderlijk dat je als persoon in de middeleeuwen je ouders heel snel verliest, twee partners verliest, heel veel kinderen verliest. Vooral die kinderen is het belangrijkste punt. We weten van heel veel historische mensen dat ze wel tot 20 kinderen toe verliezen. Aan miskramen, aan doodgeboren kinderen, maar ook kinderen die ouder worden. 8 jaar, 12 jaar, 5 jaar en die alsnog sterven. Heel veel mensen krijgen dan ook heel veel kinderen, waarvan er hopelijk 2 tot 3 overleven. Het is dus eigenlijk een beetje
triest op dat moment. En waar troosten mensen zich mee? Met het idee dat ze na de dood, als ze tenminste niet te veel zondes hebben begaan, dat ze naar de hemel mogen en daar al die mensen gaan terugzien. Een ticket naar de hemel is dan ook het allerbelangrijkste dat je wilt verkrijgen in het leven. En dan begrijp je deze middeleeuwse mensen al meteen een heel pak meer. Maar op dat moment is Jeruzalem eigenlijk vreedzaam. De moslimleider is best vriendelijk. Er wordt helemaal niet zo erg opgetreden tegenover de christenen, nog de joden. De paus wil eigenlijk vooral zijn macht misbruiken en zijn macht vergroten. En dat doet hij vrij succesvol. Maar hij maakt een kleine misrekening. Hij spreekt iedereen aan. Mannen, vrouwen, kinderen. Maar eigenlijk wil hij vooral ridders. Natuurlijk, die hebben een zwaard, die hebben een wapenuitrusting. Vaak hebben die ook een paard. Die zijn er het best toe in staat om Jeruzalem in te nemen. Maar het duurt echter heel erg lang alvorens al die ridders samenkomen. En het gewone volk voelt zich ook aangesproken. Ook zij willen Jeruzalem bevrijden en ook zij willen naar de hemel. En dan komt daar ineens Peter de Kluizenaar. Je ziet hem hier afgebeeld, en hier zie je zijn naam. En hij belooft hem dat Jeruzalem, dat alle moslims gaan doodvallen van zodra ze voor de poorten van Jeruzalem staan. De mensen denken dan ook dat het zeer gemakkelijk gaat zijn. Mannen, vrouwen, kinderen, hele gezinnen vertrekken dan ook richting Jeruzalem onder leiding van Peter de Kluizenaar, alvorens de ridders klaar zijn om met hen mee te gaan. Dat wil zeggen dat zij te voet beginnen aan een reis van wel 3000 kilometer. En we noemen dat de volkskruistocht. Nu, Peter de Kluizenaar heeft zijn volk niet echt goed onder controle, want het wordt al heel snel een plundertocht. Duitse steden zoals Spier, Worms en Mainz worden compleet geplunderd. Vrouwen worden verkracht, andere christenen worden gedood. Men steelt, men maakt eigenlijk heel veel kapot. Wat natuurlijk heel pijnlijk is, want het zijn christenen die andere christenen dit aandoen. Je ziet hier ook de kaart hoe men vertrekt. Ze worden uiteindelijk gestopt, ze geraken vrij ver. Best indrukwekkend voor een bende die onder niet echt degelijke leiding te voet onderweg is. En ze worden hier bij Nikaï worden ze uiteindelijk gestopt in het huidige Turkije. De moslims doden hen bijna volledig en de rest wordt verkocht als slaaf. De volkskruistocht faalt dan ook compleet. En jammer genoeg is dit niet de laatste volkskruistocht geweest. Ook nadien volgen er nog volkskruistochten. En ze falen allemaal. Maar in 1096 is het dan eindelijk zover, de echte ridders vertrekken. En je ziet hoe ze hier uit alle steden samenkomen. Ze nemen verschillende routes om uiteindelijk in Constantinopel samen te komen. Het wordt georganiseerd onder leiding van enkele edelen. De belangrijkste zijn Godfried van Bouillon en Raymond van Toulouse. En ze vertrekken op de trektocht, en dat wil zeggen 3 jaar lang bittere ellende. Geen bed om in te slapen. Slapen onder de blote hemel, niet kunnen wassen, vaak geen eten, al die toestanden, zonnebrand, regen, allemaal moeten ze verduren om eindelijk hier aan te komen. 3 jaar reizen met maar één doel heeft een zwaar gevolg op de mannen. Want eenmaal ze dan eindelijk op 15 juli 1099 Jeruzalem bereiken, gaan ze een maand lang een beleg invoeren. En op 15 juli nemen ze dan eindelijk de stad in. En je ziet hier al op deze dramatische tekening wat het gevolg is. De christenen zijn zodanig opgefokt van 3 jaar lang reizen, dat ze praktisch iedereen uit worden. Ze maken heel veel in de stad kapot, moorden vrouwen, kinderen, alles moorden ze uit. Moslim, joden, die paar christenen dat er wonen, het maakt hen weinig uit. Op pagina 98 zien jullie dan ook een kleine oefening die jullie moeten aanvullen. En een ooggetuigenverslag zien jullie op pagina 99, waarin een van de kruisvaarders vertelt hoe hij het allemaal heeft meegemaakt. Jullie kunnen dan de vraag verder aanvullen die verder gesteld wordt op pagina 99. Een andere vraag die je ziet is welke kerk wordt hier afgebeeld. Als je terug gaat denken aan wat er nu belangrijk was voor de christenen in Jeruzalem, en aan het filmpje dat ik jullie heb laten zien, dan zou je dat moeten kunnen weten. Dus noods ga je het opzoeken. Kennen ze nu eigenlijk succes? Ja, ze winnen. Ze nemen Jeruzalem in, maar ze... Wacht even, ik begin. Ze nemen inderdaad Jeruzalem in en ze stichten 4 koningschappen.
Het belangrijkste is hier het Koninkrijk Jeruzalem, het graafschap Trivoli, Prinsdom Antiochië en het graafschap Edessa. Dit bestond al en hier zie je waar de moslims zijn teruggedrongen. Dit hier allemaal is vrijwel woestijn, maar ook het emiraat van Damascus. Dus men heeft eigenlijk een smalle strook weten christelijk maken. Dat is te zeggen, er zit dan misschien wel een christelijke heerser, maar bijna alle christenen, alle kruisvaarders, keren terug naar Europa. Dat wil zeggen dat wie er achterblijft heel erg moe is en dat ze ook met niet veel zijn. Er zijn dus heel veel gevaren en heel veel hebben ook heimwee terug naar Europa. Men heeft wel die vier koninkrijken, maar de oude gewoontes keren al snel terug. Moslims en Joden krijgen al heel snel opnieuw vrijheid van wandelen, vrijheid van religie. Maar de moslims gaan natuurlijk een antwoord geven. In 1044 volgt het eerste antwoord. Ze trekken langzaam op gang, maar op een duur wordt hun verzet steeds feller. Vooral onder deze man, die we ook al even zijn tegenkomen. Hij heet Saladin. En Saladin is een zeer succesvolle krijgsheer. En in 1044 valt het eerste koninkrijk. Nadien valt ook Jeruzalem. Dat wil zeggen dat al deze graafschappen en koninkrijken terug in handen komen van de moslims. Het gevolg is een derde kruistocht. De tweede kruistocht was al gepasseerd. Die had men al in gang gestoken om tegen deze man te vechten. Daar was men min of meer succesvol in geweest, maar Jeruzalem valt toch. Het gevolg is een derde kruistocht en die is maar half succesvol. Veel wordt helaas veroverd, maar men bereikt Jeruzalem nooit meer. Ondertussen volgen er nog een hele hoop kruistochten nadien. Paus Innocentius III komt aan de macht en hij wil opnieuw zo snel mogelijk vertrekken. Voor een vierde en een vijfde en een zesde kruistocht. Maar het is helemaal geen succes meer. De allerlaatste kruistocht eindigt ermee dat men Constantinopel volledig plundert. Ook hier een christelijke stad. Wat er nadien volgt is nog minder succesvol. Het blijkt hoe langer hoe meer gewoon plundertochten te zijn dan echt. In 1291 verliest men het laatste stukje aan de moslims en nadien wordt het ook nooit meer christelijk. De kruistochtdroom leeft wel nog heel lang verder. Wat zijn nu de gevolgen? De kerk is veel machtiger geworden. Paus is de onbetwiste leider. Economie is veel internationaler geworden. Genua en Venetië zijn de steden geweest waaruit veel schepen met kruisvaarders vertrokken zijn. En die zijn dus enorm gegroeid onder invloed van die kruisvaarttochten. En die kunnen ook veel economischer staan, zijn veel sterker. En natuurlijk ook, men heeft contact gelegd met de islamitische wereld. En men begint handel te voeren. Je ziet hier enkele specerijen. Je ziet hoe men met elkaar in contact komt. Maar tot een echte uitwisseling komt het echter niet. Er blijft altijd een soort terughoudendheid. Er is nog veel giswerk. Dat is het laatste stukje ook in de cursus. Deze zaken zien we terug in Europa, die wapenschilden, deze bogen, hier zie je een islamitisch voorbeeld, hier zie je een christelijk voorbeeld. En we weten eigenlijk niet, is dit uitgevonden in Europa los van de moslims, of hebben we het afgekeken in die moslimstaten? We hebben er eigenlijk geen idee van. En hopelijk zullen we die antwoorden ooit nog krijgen. Maar we weten wel dat de kruistochten een enorme uitwisseling tot gang hebben gebracht. Maar echt heel succesvol zijn ze nooit geweest. Alhoewel je ook nu nog altijd mensen zult horen spreken die nog steeds erg graag een kruistocht willen inroepen, nog steeds erg graag Jeruzalem willen veroveren in naam van Jezus Christus. Ik heb je daarin gesproken, extremisten vind je in elke religie terug, zo ook bij de christenen. En zo ook bij de moslims en de joden, vandaar dat er ook zoveel ruzie is rond Jeruzalem. Dat was onze eerste digitale les. Ik hoop dat dit duidelijk was. Je mag altijd nog vragen stellen via mail of tijdens de live sessie. Probeer hiermee je cursus in te vullen. Je kan altijd alles opnieuw afspelen, opnieuw beluisteren. Lees ook goed alles na in de cursus. En dan wens ik jullie nog heel veel succes.